Ze hadden nog meer gras moeten doen eigenlijk. Het hele plein. Het hele plein het hele vol plein. Gras. Helemaal plein vol gras. Waarom? Dat is leuk. Jongens, wil jij een ijsje? Kom maar hier. Wat zei je? Ik wil een ijsje. Maar je hebt al een ijsje. Dus? Nee, er is altijd ruimte voor verbetering. Dus ik zou zeggen een dikke 8. Oh. Ja. Nou, dat is mooi. Kut. Het veld is te klein. Te klein? Ja. Hij had nog groter gemoeten. En de bal is niet echt lekker. Ja, dat is wel waar. En wie is dat? Ik ga af. 3-1. Ja. Oké. Nou, daar gaan we dan. 3-2-1. Hallo, jij kijkt naar het nieuwe podcast. We staan bij het Welland College, want we hebben een mail gekregen van ze dat ze een nieuwe schoolplein hebben. En dat ze dat gaan vieren. Nou, daar willen we natuurlijk bij zijn, want er zijn niet zoveel feestjes op het moment. Ik heb ook nog een verrassing voor ze, want ik ga ijsjes uitdelen schijnt. En Daan zit hier op school, dus we gaan eerst even Daan opzoeken. Kom! Was dat goed? Nee, die is hier niet. Nee, er is geen Daan. Hey Daan! Ben je klaar? Bijna. Mag die al weg? Nee. Hij mag niet weg. Ik zie je over 5 minuten. Hoi! Daan, mag je nu wel mee? Ja. Ja? Hier, ik heb je microfoon. Sukkels. Wat voor les is dit, mevrouw? Nederlands. Nederlands! Oh, dan kan Daan nog wat gebruiken. Nou, je bek. Hey Daan, weet je wat we vandaag gaan doen? Schoolplein openmaken. Ja, ik ga je eerst even voorstellen aan Floor. Aan Floor, hallo. Ken je haar al? Ja, nou, we hebben dus blijkbaar een soort van gesprek gehad met elkaar. Ja, was jij ook bij. Even spelen dat het niet zo is. Wie ben je? Ik heb geen idee wie u bent. Wie bent u dan? Ik doe de PR voor jullie school. Oh, nou herken ik het. Misschien kun je Daan het nieuwe schoolplein laten zien. Ja, dat gaan we zeker doen. Neem maar mee voor de 1,5 meter. Ja? Oké, ja. Dankjewel. Nou. Nou, we hebben het toch wel een beetje gezellig gemaakt zo, toch? Nou ja, het was veel beter als hiervoor. Want toen hadden we nog geen voetbalveld, nog geen pingpongtafel. Dus dit is wel veel beter eigenlijk. Lekker picknickbanken, ja. Open dat we een beetje met z'n allen buiten kunnen zitten eindelijk. Ja, dat zou wel mooi zijn natuurlijk. Ja. En daar, mooie hoek? Ja. Ga kijken. Weet je nog wat dit was? Nou ja, hier stonden heel veel dode planten dat ik me kan herinneren. Dit is nu wel veel beter. Hebben we nu gewoon een bankje. Kan je hier zo lekker liggen in de pauze voor als je niks te doen hebt. Heerlijk zo met die regen. Ja, dat is wel lekker. Maar dit is allemaal wel leuk en aardig. Maar waarom hebben jullie het eigenlijk veranderd? Nou, omdat het eigenlijk wel tijd is dat we lekker met z'n allen weer buiten kunnen zitten. En we hebben al best wel een stom jaar achter de rug eigenlijk met heel weinig wat we kunnen. En we hadden zoiets van, wij kunnen met z'n allen naar school. We hebben natuurlijk de ruimte om met z'n allen tegelijkertijd les te hebben. Maar we kunnen niet echt pauze vieren tot nu toe. Dus we hadden zoiets als, we het plein nou even tof maken en gezellig. Kunnen we in ieder geval ook met z'n allen pauze vieren, buiten. Ik heb wat geregeld voor hier. Er is gewoon wat geregeld. En ik ga het even fixen. Ik ga ijsjes uitdelen. Ja. Als jij nou even wat mensen wat gaat vragen, ga ik het ijsje ondertussen uitdelen. Ja, ja? Ja, is okay. Goed. Ja. Kom op. IJsjes! Hoi, wat wil jij? Vanille. Hoe werkt dit? Nee, ik heb dan even meestal. Dat kan je dan aan de zijkant een beetje zo. Hij krijgt een beetje extra hoor. Kijk eens. Alsjeblieft. Eet ze. Wil jij een ijsje? Ja, eigenlijk wel. Ja? Ja, doe maar vanille joh. Ja, jij krijgt gewoon vanille. Ik heb geen. Oh, mag ik ook eentje met spikkels? Ja, tuurlijk. Dat vast wel. Weet je wat je doet? Nou. Ik ga hier in mijn eentje zitten. Ga jij even lekker mensen interviewen? Ik heb mijn duim erop gedaan, maar ook niet uit. Oh, lekker. Kijk, ik krijg nog spikkels erop. Heb ik helemaal zelf gedaan voor jou. Yes! Nou, ga maar lekker interviewen. Doei! Ja, Yassan, jij bent de lul. Als je zo even kijkt, ja. Dat hadden ze echt moeten veranderen. Dat er bankjes zijn. Ja? Ja. Want? Het is niet leuk in de zomer als je niet kan zitten. David! Maatje! Kom hier. Doe je mond op jezelf. Wat is nou echt, zeg maar, waarvan je denkt, dit had moeten gebeuren? Dat weet ik eigenlijk ook niet. Oh. Meer gras. Ze hadden nog meer gras moeten doen eigenlijk. Het hele plein. Het hele plein het hele vol plein. Gras. Helemaal plein vol gras. Waarom? Dat is leuk. Mag maar even een stukje uit elkaar. Oh, dat mag niet. Oh, shit. Kijk, alsjeblieft. Eén bonnetje, alsjeblieft. Daar, ik wil je niet, joh. Wat gezellig. Jou kan ik wel wat vragen stellen, toch?
Het liefst niet, dat weet je. Maar we doen het toch. Leuk. Wat denk je nou? Dit had nou echt moeten gebeuren. Gewoon het schoolplein, de verandering. Zo moet je even kijken zo. Ja, dat had niks hoeft te veranderen, want het is sowieso geen leuke school. Nou. Oh, ze gaan knippen. Daan, let op. Ik moet opletten. Ja, ik ga af. 3 naar 1. Ja. Oké. Nou, daar gaan we dan. 3, 2, 1. Ja! Oh, lekker een voice crack. Lekker ijsje. Ja. Kijk eens, alsjeblieft. Heeft iedereen al ijs? Niemand wil ijs. Ik sta weer alleen. Wat vind je nou van het schoolplein? Ja, ik vind het een mooi schoolplein. Er is heel veel veranderd. Maar van wat denk je nou echt, zeg maar, dit was nou echt wel even nodig? Ja, het voetbalveldje. Meneer Burgers, kom eens hier. Ja, jawel. Kom. Kom. U moet weten. Nou, wat zeg maar, had er nou echt moeten gebeuren? Ik denk zeg maar, zo'n kooi eromheen, dat die kinderen niet meer kunnen ontsnappen. Nee. Wat ben je allemaal aan het doen, jongen? Cola. Waarom? Wat ben je aan het doen? Wat heb je gedaan? Ja. Waarom is het hier... Nee, zo. Toen ging ik schudden. Waarom? Omdat, dat is grappig. Ja, doe, doe, doe. Nee, oh! Cola! IJsjes! IJsjes, iemand ijsjes? Heb ik, oh, ik heb de vanille. Oh, en niemand wil vanille. Als u het vergelijkt met het oude schoolplein en dit. Ja. Wat moest er nou echt komen? Ik denk dat het voor jullie heel erg uitnodigend is dat die bankjes te staan. En dat kunstgras met voetballen, het nodigt uit om gewoon buiten te zitten. Dat is wel waar. Dus ik denk dat het ja, een hele verbetering is ten opzichte van wat het eerst was. Als je hier zo even naar kijkt, denk je, ja, dit had nou wel echt moeten gebeuren. Ja. Toch? Ja, wel. Want er was echt gewoon helemaal niks. Maar waar had jij het meeste vraag naar eigenlijk? Tafels. Tafels met stoelen. Kijk naar het schoolplein, het nieuwe schoolplein, en geef een cijfer. Nou, het ziet er toch fantastisch uit, die mooie bloemen, het kunstgras, pannaveldje, van alles te doen voor jullie als leerlingen. Dankjewel. Nou, daar geef ik een vette 8 voor hoor. Ja. Kijk naar het schoolplein. Ja. Geef een cijfer. Een 7. Ik heb zelf hier op school gezeten. Ja. En ik ben natuurlijk vorig jaar hier gekomen als docent. En toen dacht ik, hè, wat ik hier vroeger had, dat mis ik helemaal. Echt het groene, echt het gezelligheid met z'n allen buiten. Dus eigenlijk... Ik kwam een beetje daar vandaan, persoonlijk. Dat ik dacht van, er moet wat meer gedaan worden met het schoolplein. Gewoon dat er activiteit buiten is. En vooral met de corona mocht het natuurlijk niet veel, moest het afstand houden. Nu kan je toch weer buiten gewoon wat dingen doen. Dus dat komt eigenlijk daaruit voort. Wat had er dan nog beter gekund? Ik zou daar in die tuintjes zou ik nog wel wat meer plantjes willen. Een leuke moestuin, vind je dat niet wat? Tomaten. Om het weer echt groen te maken. Ja, en om lekker te kunnen koken natuurlijk. Nou, dan lijkt me een mooie aanvulling. En als we dat dan ook hebben, dan wordt het natuurlijk een team. Want we zijn tof. Hey. Yes. Succes, man. Dank u wel. Jongens, wil jij een ijsje? Wat zei je? Ik wil een ijsje. Maar je hebt al een ijsje. Dus? Ha, joh, krijg er nog eentje van mij. Waarom? Hoe is het met jou, man? Ik heb je tijd niet gezien. Ja, ik weet het ook niet. Oh, dat weet niet hoe het met je is? Nee. Wanneer zie je hem weer een keer weer? Wanneer kunnen de kijkers jou weer een keer zien? Wanneer je me naast appt. Dit dan, hè? Wanneer je me appt. Maar jij kan ook mij appen. Of Daan appen. Zal ik doen. Oké, okay, man. Later. Geniet van je ijsje. En dan als laatste nog een cijfer. Voor het schoolplein? Ja, ja, ik geef natuurlijk ons team een 10. Ja. Nee, er zijn altijd ruimte voor verbetering. Dus ik zou zeggen een dikke 8. Oh. Ja. Nou, dat is mooi. Wat zou jij geven dan? Nou, ik denk 7,5 of zo. Nou, dan liggen we toch aardig bij elkaar in de buurt. Ja, dat is waar. Ja, toch? Ja. Hey. Meneer, ja. Geef een cijfer aan het schoolplein. Een nieuwe. Nieuwe schoolplein? Ja. Een 9. Want? Ik mis eigenlijk hier nog twee hekken. Vier hekken. Dat zei meneer Burgers, zei ik ook al. Dan is het echt een pannenkoek. Oh. En daar, die vondag, gaan we op die. Kut. Jammer weer. Willian, een cijfer! Nou, jammer dit. Mi son svegliato ed eri piccolo, piccolo così. De cijfer, ja, een 9. Want? Het doel, het veld is te klein. Te klein? Ja. Hij had nog groter gemoeid. En de bal is niet echt lekker. Ja, dat is wel waar. En wie is dat? Geen idee. Oh.
Hij lijkt heel erg op Ben, maar ik denk dat het een eerste klasse is. Deze, nee, hier met de camera. Oh, dat is mijn cameravrouw. Oké. Okay. Jeff. Ja? Ik denk dat ik het wel heb gedaan. Heb je het gedaan? Dan? Ook. Mooi. En wat vinden ze van het schoolplein? Ja, de meeste geven toch wel, of de meeste docenten geven toch wel rond een cijfer of ongeveer 8 of zo. En de leerlingen? Ja, 7. Hey, maar vond je het leuk dat er gewoon weer even mensen waren? Het is een beetje niet corona meer. Ja, maar het is er nog wel. Het is er nog wel, alleen dan soort van weer niet. Ja, ik weet het, dat is niet heel goed. Hey, ik heb een ijsje gehad, maar ik ben op dieet. Dus alsjeblieft, mag jij de outro doen? Yes, nou. Bedankt voor het kijken naar deze podcast. Hopelijk heb je genoten. En vergeet niet te abonneren. Ook al komt hij niet op YouTube, gewoon abonneren. Gewoon even opzoeken zo. En nou ja, tot de volgende keer. Doei doei! Wat vond je eigenlijk van die Floor? Dat is wel lekker wijf. Later.